Suriname moet meerwaarde gaan toevoegen aan de productiesector. Dit stelde C47-voorzitter Robbie Berestein eerder tijdens een persconferentie van de vakcentrale. De vakbondsman stelt dat de overheid niet moet overgaan tot verkoop van staatsbedrijven als zaken niet zo goed gaan met de organisaties. Het beleid is duidelijk. We zijn op een punt gekomen van hier, wat moet er met zo'n bedrijf gebeuren? Moeten we het behouden? Moeten we het privatiseren? Dan gaan we praten over hoe. Dan gaan we praten over hoe. En daar zijn er bij de verschillende sectoren zijn natuurlijk ideeën over. Weet u? We zijn voor een gezonde bedrijfsvoering. We zijn voor een economie gebaseerd op het stimuleren van productieve investeringen. De vakbondleider geeft aan dat er niet alleen gefocust moet worden op de export van rondhout. Hij stelt dat er ook werkgelegenheid in orde gemaakt moet worden en gewerkt worden aan de vergroting van de exportwaarde.